Mira, de mama van deze drie. Amita Mira, mama die Leila, Eva en Jay. Vandaag gaan wij een kleurenpoekje doen! Beginnen. Eva helpt mij met eerst het water om en om in de bekers tot de helft inschenkt. Eva je dame, en dan zie je naar de beker gaan. Ze salta un caravis, en dan zie je naar een pelamita. Dank je Eva. Kauwen. En dan gaat Jay mij helpen met om en om in de bekers waar wij water hebben gezet om food color in 2 druppeltjes is nu zijn genoeg. 1, 2, 1, 2, 3. Dan zien we een voetkoller, een kader om weer weken aan te houden. En dan ook die lelijk bij je dame. Dan als mis krijg je ouder voor je voetkoller. Lelijk, ga je me helpen? Ja. Lelijk, helpen met mengen. Ja, en dan nog een keer vouwen. Nog een keer vouwen, dat is midden. En dan gaan wij zo'n stukje knippen ongeveer. En dan gaan wij nog een keer vouwen. We zijn klaar met al onze keukenvelletjes te vouwen. Voorzichtig hoor. Dus dan kon ik voor meer in Cora. Dit is best zo'n heel. Daarna de blauwe. Dit is best zo'n blauw. En daarna de blauwe. En daarna de blauwe. Cora, heel blauw Cora. En dan gaan we nu kijken wat er gaat gebeuren. Yes. 6.5 hours later. One eternity later. Eventually. De kleuren zijn met elkaar gemengd. Zie je dat?
Zullen we kijken welke kleuren het zijn geworden? We hadden die rood en geel. Welke kleur is het geworden, Jay? Oranje. Willemie, we hadden hier geel en blauw. Welke kleur is het geworden? Geel. En Eva, we hadden hier blauw en rood. Welke kleur is het geworden? Paars. Paars. Wat mooi. Dat is papier met een kleurtje erop. Zie je dat? Ja. Dit noem je de capillaire werking. Zou je zeggen, wat een moeilijk woordje. Capillaire werking. Zoek het op papa's en mama's. Dat houdt in, of dat is de mogelijkheid van vloeistof om te stijgen via nauwe kanalen. En dit gebeurt als we de plant zwaarte geven. Want wij geven niet aan alle blaadjes water, toch? We geven het vaak in de grond, zetten we het water. En op deze manier stijgt het water naar boven. Ik zou zeggen, zoek het op. Heel leuk om te vinden. Ik vond het heel leuk om te doen, of niet, jongens? Ja, mama. Ja, vond ik het heel leuk om te doen? En gaan we nog één keer de kleur benoemen en dan zeggen we gedag. Welke kleur? Rood, oranje, geel, groen, blauw en paars en rood. Prachtig. Dag allemaal. Dag allemaal. Dag allemaal. Dag allemaal. Hallo allemaal. Ik ben Eva. Vond je dit een leuk filmpje? Hoop ons kanaal in de gaten om meer en speelplezier. Tot de volgende keer.